Oké, nou, na wat aanvangsproblemen toch een heel hartelijk welkom bij alweer de vierde editie van de MRA University. Ditmaal hebben we dokter Peter Boelhouwer, die gaat spreken over, die ons college komt geven over de woningmarkt. Daarna komt er een eerste reactie van Myrthe Biemans. Zij is manager strategie bij woningcorporatie Roosendaal. Nog even kort reflectie op de vorige webinars. Die staan allemaal online. Dus van professor Henri de Groot, van professor Ton Wildhagen en vorige week van professor Walter Ploos van Amstel over logistiek. Vragen kunnen jullie stellen in de chat. Die worden dan verzameld en dan vervolgens in het tweede gedeelte van de webinar worden die beantwoord door dokter Boelhouwer. Zou ik u graag het woord geven voor voor de opening van het lecture aan de heer Lex Scholten, voorzitter van het portefeuillesoverleg Wonen. Ja, dankjewel. Ja, welkom iedereen. Ik zie iedereen. Maar goed, waar gaan we het vandaag over hebben? Een mogelijke crisis op de woningmarkt. Op een moment dat wij als MRA eigenlijk heel tevreden zijn over wat we allemaal in productie hebben en in productie kunnen krijgen. We hebben ons voornemen om 15.000 woningen per jaar te bouwen tot 2030. Inmiddels hebben we voor 225.000 woningen aan plannen. Er is een bouwimpuls op komst van het ministerie. Daar zijn we ook redelijk tevreden mee. Dat betekent dat een aantal bouwprojecten naar voren gehaald kunnen worden. En nu een mogelijke schrik van een crisis. Of die crisis zich echt voor gaat doen, dat moeten we nog even afwachten. Is er vraaguitval? Gaan de prijzen naar beneden? Allemaal nog te zien. Maar ik denk wel dat het tijd is om al na te denken van wat je mogelijk zou kunnen doen op het moment dat die crisis eraan komt. En in die zin vind ik dit een prachtig seminar om sowieso eens met elkaar daar eens over van gedachten te wisselen. En met name eens te kijken wat hebben we geleerd van andere crisissen. En zouden die lessen ook eventueel van toepassing zijn op de situatie die wij mogelijk krijgen. Ik ben reuze benieuwd en ik hoop er wat van op te steken. Peter. Ja. Ik kan beginnen? Oké, dan beginnen we. Nou, hartelijk welkom. Een mooie collegezaal vol, zullen we maar zeggen. Helaas kan ik jullie niet aanschouwen, maar jullie zien mij wel. Leuk om dit college voor jullie te mogen verzorgen. Bedankt ook voor de uitnodiging. Ja, waar ga je over praten nu? Dat is best wel ingewikkeld. Er is veel aan de hand. Ik heb hem genoemd crisis op de woningmarkt, analyse en oplossingen. Alex vroeg ook al om oplossingen, dus dat komt goed. Maar ja, er zijn eigenlijk meerdere redenen waarom we natuurlijk over crisis spreken. We hadden natuurlijk al te maken met een crisis op de woningmarkt. Ondanks het feit dat jullie in de MRA goed bezig zijn met de woningbouwprogrammering, is er toch nog wel een en ander loos op de woningmarkt. Ik weet niet of jullie de radaruitzendingen gezien hebben van december. Zo'n dubbel luik over de woningmarkt. Ja, die spraken over de woningmarktramp. Nou, is dat wel heel ernstig. Maar er is wel wat aan de hand. Gisteren ook weer in de monitor een aantal toch schrijnende gevallen. Economisch daklozen, dat zie je ook weer opkomen. Het is wel heel bijzonder dat mensen die gewoon een baan hebben in een auto moeten slapen. Dat is toch, ja, dat is niet helemaal zoals het daar moet. Nou, ik denk zelf, oplossingen. Voor een goede oplossing moet je ook de analyse eerst doen. Dus ik begin met de analyse en ik ga dan naar de oplossingen. Dus dat is de volgorde. Nou, de inhoud is, eigenlijk begin ik met hoe is het zo gekomen? Hè? Dus zijn we deze problematiek verzeild geraakt? Hoe is die woningmarktramp nu ontstaan? Dat heeft vooral te maken met toch vraag en aanbod. Dus daar ga ik nader op in. En het tweede wat je kunt afvragen, is die onevenwichtigheid die we nu hebben, is dat niet een blessing in disguise? Als je
bekijkt waar we nu voor, wat er nu op ons afkomt. Hè? Zijn we niet een stuk meer schokbestendig dan een aantal jaren geleden bij andere woningmarkteffecten, andere crisis. En misschien komt het niet eens zo slecht uit hoe we er nu voor staan. Dat licht ik wel toe. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de situatie in 2008, toen hadden we de vorige recessie, een kleine recessie op de woningmarkt. De grootste kwam in 2011 overigens. Maar ja, dat is toch wel een groot verschil met de huidige context. We hebben nu een historisch lage hypotheekrente. Dus, eigenlijk is het, het is nog lager dan de inflatie. Een stuk lager als je de renteaftrek meeneemt. Je woont bijna gratis als je alleen naar je hypotheeklasten kijkt. Het aanbod is toch behoorlijk sterk teruggevallen. Daar kom ik zo op terug. Terwijl in 2008 hadden we nog productie van over de 80.000. En dat liep in die crisis nog even door. We hebben veel hogere krapte dan voor die tijd. We hebben ook nog, een beetje wereldvreemde minister van Wonen, van Veldhoven, die toen ook niet helemaal duidelijk had wat er allemaal gebeurde. Die dacht dat in die crisistijd met die krapte, dat de particuliere verhuurders wel gewoon de huren laag zouden houden en dergelijke. Ja, dat is allemaal, met zo iemand kom je natuurlijk niet verder. Dat is even. Dat zijn de situatie van nu en toen. Dat is wel echt anders. Nou, de derde onderdeel is dan, wat is nou de mogelijke impact van die coronacrisis op de woningmarkt? En helaas kan ik jullie dat ook niet vertellen, want niemand kan inschatten hoe zwaar die coronacrisis zal doordenderen. Maar ik heb wel een drietal scenario's opgesteld en dan ook gekoppeld aan hoe die woningmarkt daarop zou kunnen reageren. En dan tenslotte, als er nog tijd is, de mogelijke oplossingen. De eerste onderdeel is natuurlijk vraag en aanbod. Hè? En je ziet dat dat in toenemende mate in disbalans is. En dat heeft vooral te maken met de bevolkingsontwikkeling en de groei, de vraag naar woningen. Zijn we al heel slecht in staat geweest om die bevolking goed te voorspellen. Je ziet hier een aantal prognoses van het CBS. Dan zie je enorme verschillen per jaar, eigenlijk bijna om de 2 jaar. Als je kijkt naar de prognose uit 2010, die kwam dan in 2060 op 17,7 miljoen personen in Nederland uit. En nu zitten we 9 jaar later op 19,6. Dat is bijna 2 miljoen personen meer. En dat zit dan vooral ook in de eerste 10, 15 jaar. Dus dat zijn enorme verschillen. En dat heeft ook samen met de gezinsverdunning maakt dat die woningbehoefte veel groter is. En het probleem is eigenlijk dat we continu daar achteraan lopen. En dat ook alle bevolkingsprognoses en de Primos-prognoses die jullie gebruiken en de Pearl-prognoses gewoon iedere keer de plank hebben misgeslagen. En dat komt natuurlijk door de arbeidsmigratie. Dus dat is de reden waarom die bevolking veel sneller groeit dan in de CBS-modellen werd aangenomen. Het is er wel aan de bovenkant van de arbeidsmarkt, maar op de universiteiten is in toenemende mate buitenlandse collega's. Maar kijk naar ASML, rond Eindhoven, er worden duizenden ingenieurs per jaar aangenomen. Hele woonstraten wonen nu ingenieurs uit India. Maar ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt, hier de boomgaarden, maar ook in de vleesverwerking, de industrie werken eigenlijk alleen buitenlanders. En in de bouw is dat natuurlijk hetzelfde, ook veel buitenlanders, de tuinbouw. Goed, dat hoef ik niet uit te leggen, maar dat is wel slecht voorspeld. Je ziet het hier ook in het grafiekje. Dat groene balkje, dat is het migratiesaldo. Dat zat voor 2014, liep dat zo rond de 20.000, 30.000. Uitschietertje naar 50. Het is ook wel eens negatief geweest rond 2000. Maar de laatste 5 jaar zit dat gewoon boven de 50.000. En in die bevolkingsmodellen van het CBS zat gewoon 20.000. En dan hoef je geen wiskunde te studeren om te begrijpen dat het gewoon niet uitkomt. Ze kwamen vorig jaar op 118.000 uit, wat natuurlijk heel hoog is. En nu heeft het CBS met recente bevolkingsprognose, gaan ze nu uit van 80. Dus dat is echt wel bijgesteld voor de komende 5 jaar. En daardoor is ook die bevolkingsgroei veel sterker dan tot voor kort. De laatste prognose uit 2019, die zien we hier. Wat natuurlijk ook opvalt, er zijn enorme bandbreedtes die worden aangehouden. Het kan 18,1 worden als je de onderkant pakt, maar het kan ook zomaar 21 worden. Dus het blijft zaak om de vinger aan de pols te houden. Maar goed, het probleem is wel dat veel gemeenten en ook regio's nog werken met die oude
Pearl en Primos prognoses, waar ja, daar zie ik nog steeds die oude bevolkingsprognose, die gewoon veel te laag is. Dus ja, dan loop je continu achter de feiten aan, kan je zeggen. Nou, je ziet het ook als je kijkt naar de laatste prognose, hè, 2020-29, dat ja, het oranje balkje is de bevolkingsgroei per jaar. Nou, dan zie je in die periode, eerste 10 jaar, gewoon 100.000 ieder jaar erbij. En dan 10 jaar daarop ook nog bijna 50.000. En dan vlakt het wat af. Maar het heeft natuurlijk alles te maken dat ze dan aannemen dat de migratie dan gaat dalen. En dat is nog maar de vraag. Hè? Dat weten we niet. Maar gezien de vergrijzing zou het best kunnen zijn dat die ook na die 5 jaar die migratie nog verder doorzet. Nou, in tegenstelling tot de vraag, hè, die veel groter was dan in alle modellen zat, zie je dat het aanbod, hè, de nieuwe woningen, is fors afgenomen. En dat stippenlijntje is de woningproductie vanaf 1995 tot aan nu. Dat rode stippenlijntje is de productie. Nou, je ziet heel duidelijk het effect van de crisis in 2008. Hè. We kwamen toen weer uit een, ja, ook dezelfde discussie die we nu weer hebben, van hoe krijgen we de productie op gang, parlementaire commissies die er zich over gebogen hebben, corporaties die meer zijn gaan bouwen. En uiteindelijk kwamen we zelfs boven de 80.000 woningen op jaarbasis uit. Nou, in de crisis is dat heel snel teruggezakt. We zijn op een gegeven moment rond 2014 net boven de 40.000 uitgekomen. Dus ja, bouwden we voor die tijd, voor de crisis, ruim 80. Ja, gemiddeld zo rond de 50 in die periode daarna. Gelukkig vorig jaar 71. Dus dat zat wel in een opgaande lijn. Maar goed, als je dus minder woningen toevoegt, je hebt veel meer vraag dan je gedacht had, ja, dan is het natuurlijk niet verwonderlijk dat je dan te maken krijgt met tekorten. En nou ja, je ziet het ook in het aantal verleende bouwvergunningen. Dat is overigens ook netjes opgelopen vanaf 2015, 2014 zo. Maar het probleem zit hem wel vanaf 2000, pak een beetje, 2017. Dan zien we eigenlijk een continue daling van het aantal verleende bouwvergunningen. Nou heb ik begrepen dat dat niet aan de MRA ligt, want jullie hebben juist meer. Maar de rest van Nederland doet het dan een stuk slechter, laat ik het dan zo uitdrukken. Er zitten wel wat piekjes in, hè, rond 2018. Dat is altijd een vraag voor de collegezaal, dat kan ik nu niet doen. Maar waarom steeg die plotseling? Nou, dat had alles te maken met het bouwbesluit. Er was toen energiezuinig bouwen, gasloos, hebben toen een aantal bouwers nog bouwvergunningen naar voren gehaald. Maar goed, als je daarvoor corrigeert, dan zie je gewoon een dalende lijn. En nou ja, vorig kwartaal, laatste jaar, is het ietsjes aangetrokken. Maar voor dit jaar, het eerste kwartaal, ziet het er weer niet goed uit. De eerste 2 maanden zijn bekend. Ja, dan komen we maximaal dit kwartaal op 15.000 bouwvergunningen uit. Ja, voor een heel jaar, ik denk dat we ergens rond de 55 gaan uitkomen. En dat is natuurlijk veel te weinig, want er zullen ook bouwvergunningen niet gerealiseerd worden. Dus ja, dat is toch wel heel zorgelijk. Wij hebben zelf iedere 3 maanden presenteren we de monitor nieuwe koopwoningen. Dat doen we voor de NEPROM en de NIVB. En dan zie je eigenlijk wel hetzelfde beeld. Hè? Dat blauwe lijntje, dat is het aanbod van nieuwe koopwoningen. Nou, dat piekte rond 2017, rond 10.000. Maar dat is inmiddels weggezakt naar 6.000 op kwartaalbasis. En nou ja, het aantal verkochte woningen loopt daar dan vlak achteraan. En een aantal opgeleverd begint nu ook te zakken. Dus dat is gewoon, ja, dat is gewoon niet goed. En als het nou door de huursector werd gecompenseerd, nou goed, particuliere huur stijgt gelukkig iets. Maar de sociale huur is ook behoorlijk gezakt. Dus die rond de 14.000 nu op jaarbasis. Dat is gewoon veel te weinig. Hè? De corporaties wilden vorig jaar rond de 20.000-21.000 woningen bouwen. Dus ja, gewoon de laatste paar jaar gaat het gewoon niet goed met die productie. Nou, dat leidt samen met de vraag tot enorme tekorten. Je ziet het woningtekort op basis van Primos 2019 in Nederland. Ja, natuurlijk de Randstad de grootste tekorten. Haaglanden, jullie regio, de MRA, maar ook Utrecht zit allemaal boven de 6%. Ja, ik kan me dat eigenlijk in mijn geschiedenis eigenlijk niet herinneren dat het zo groot geweest is, het statistisch woningtekort. Ja, en als je dat wil inlopen, ja, dan moet je echt aan productieniveaus denken van tegen de 100.000 woningen. Ook gezien het feit dat we nog met een toenemende vraag te maken hebben. Dus dat is vrij zorgelijk. En ja, ook goed, eigenlijk alleen Zeeland wordt een overschot berekend. Maar voor de rest is het eigenlijk overal wel een tekort. Nou, even resumeren, hoe komt het nu? Nou ja, goed, bevolking groeit sneller dan de prognoses aangaven. De productie is sterk teruggevallen.
Maar we hebben ook te maken met huishoudensverdunning. Hè. We zitten nu op 2,1. Nou ja, de verwachting is toch wel dat we richting de 1,9 gaan. Maar misschien zelfs wel gaan we onze Scandinavische broeders achterna richting de 1,8, 1,7. Maar dat zijn natuurlijk honderdduizenden extra woningen die je dan nodig hebt. We hebben gezien dat er een inhaalvraag was na de crisis. Heel veel mensen hebben een koop- of woningvraag uitgesteld. Je ziet ook dat starters gemiddeld zo'n 2 jaar later nu een eerste huis gaan bewonen. Nou, dat zien jullie natuurlijk in de MRA ook. Een sterke trek naar steden, daar zit de druk. En ja, wat we ook zien is langer zelfstandig wonen van ouderen. Dat is natuurlijk het officiële woonbeleid ook van ouderen, levensloopbestendig wonen. We hebben de verzorgingstehuizen gesloten, of bijna gesloten. Nou, dat betekent natuurlijk dat die woningen niet meer beschikbaar komen voor jonge huishoudens. Ja, we hebben ook nog de GGZ-instelling voor een deel gesloten. Dus psychiatrische patiënten moeten in de wijk gehuisvest worden. Dat is op zich allemaal prima, maar het betekent wel meer woningvraag. En ook voor corporaties, met name die combinatie van die kwetsbare groepen, het concentreren op de laagste inkomensgroepen, geeft ook in bepaalde buurten nu ook problemen ten aanzien van leefbaarheid. Nou, ja, is het nou een blessing in disguise, kun je zeggen? Want ja, dankzij die enorme krapte is misschien die coronacrisis al misschien wat minder heftig op die woningmarkt doorpakken. Maar dat denk ik wel dat het wel zo is. Hè? Hier heb je de krapteindicator, die zit nu op 2,8. Dus iedere koper kan gemiddeld in Nederland uit 2,8 woningen kiezen. Maar ja, ten tijde van de crisis, de hoogtijdagen in 2013, kon je 30 woningen kiezen. En in de Randstad zit dat gewoon onder de 2. Dus dat is gewoon een hele beperkte markt. En dat is ook nu nog. Hè? Als je nu de laatste cijfers van de NPM ziet. Ja, dat blijft gewoon een enorme vraag naar woningen. En het is, die makelaars maken nu voorselecties. Maar er komen nog steeds 20, 30 serieuze gegarandeerd op een woning af. Die elkaar moeten overbieden. En in de sociale huursector zijn de wachtlijsten ook nog identito. Die zullen vermoedelijk alleen maar verder oplopen. Het is niet alleen, je ziet dit in de Randstad, is dit het geval, die krapte, maar die is eigenlijk in heel Nederland is dat het geval. En dat geldt ook voor alle provincies en toont hetzelfde beeld. Ja, dan de prijzen. Ja, die zijn, je zou kunnen zeggen, ook wel fors doorgestegen. Wat je wel ziet, met name in Amsterdam en ook wel in Den Haag, is een aantal kwartalen met wat stabilisatie. Dus stegen de prijzen in Amsterdam tot 2 jaar geleden nog met dubbele cijfers, hè, 15-18%. Ja, dat is nu soms per kwartaal maar 2-3%. Dus daar zie je ook wel echt wel een klein beetje verzadering. Maar dat gaat daar natuurlijk nog veel harder. En ja, we zitten inmiddels weer ruim boven het niveau van ook van voor de crisis. En nogmaals, het eerste kwartaal van dit jaar kwamen we ook weer op jaarbasis op 9% uit. Dus ja, wat dat betreft kunnen we ook wel weer iets hebben, zou je kunnen zeggen. En het geldt ook, ja, eigenlijk alle Randstadprovincies is dat wel het geval. Dus de woningmarkt is enorm krap. Er is enorm veel aanvraag. Het aanbod zou best wel eens terug kunnen vallen. Je ziet dat consumenten nu wel 3 keer misschien zich bedenken voordat ze zich op die woningmarkt begeven. Dus er zal minder vraag zijn, maar ook minder aanbod. Die mensen, woningen komen ook niet beschikbaar. En ook omdat we, ja, het EIB verwacht dat de nieuwbouw met 20% het aanbod zal gaan dalen. Dat zal echt wel gebeuren, vermoed ik ook. Als je naar de bouwvergunningen kijkt, dus betekent ook gewoon in de nieuwbouw minder aanbod, minder doorstroomketens. Ja, dus het zou wel eens los kunnen lopen gezien de enorme krapte die er nu is. Dus we kunnen wel wat hebben. En de cijfers tot nu toe wijzen ook in die richting. Ik heb dat al aangegeven. Er is eigenlijk, qua aanbod en qua prijsvorming werken nog weinig aan de hand. Ondanks het feit dat die crisis al even bezig is. Nou, dan gaan we naar de gevolgen van die woningmarkt, van die coronacrisis voor de woningmarkt. En dat is natuurlijk toch een beetje, ja, Johan Konijn noemt het in de dikke mist kijken, maar dat is het wel. Het is natuurlijk heel lastig. Ik vond het bijna onverantwoord dat de ABN AMRO al direct toen de coronacrisis startte, geloof ik in maart riep van de prijzen gaan binnenkort dalen of de tweede helft van het jaar. Volgens mij kan je dat helemaal nog niet zeggen. Maar er zijn wel een aantal, je kan een aantal scenario's kun je onderkennen natuurlijk. Hè? Het is zeer waarschijnlijk, jullie hebben het al over de arbeidsmarkt gehad, maar dat de werkloosheid echt gaat oplopen, dat kan bijna niet anders, ook gezien dat nieuwe steunpakket. Maar goed, er is ook minder aanbod en de woningmarkt is nog steeds krap, hè? Dus dat weegt een beetje tegen elkaar op wellicht. Nou, dat heb ik al aangegeven. Die productie die gaat echt dalen. Heeft verschillende oorzaken. Die bouwvergunning heb ik al genoemd.
Maar wat we ook in onze monitoren zien, ik weet niet of jullie dat ook in de MRA meemaken, is dat de verkooptijden van het topsegment, met name de dure appartementen, die zijn aan het teruglopen. En dat is natuurlijk wel de kurk waar die gebiedsontwikkeling vaak op draait, op drijft. En ja, ook in Engeland is bekend, er is parlementair onderzoek naar gedaan, daar is die productie ook een paar jaar geleden behoorlijk gedaald, is dat er gewoon te veel in dat topsegment wordt geprogrammeerd. Nou, en dan hebben we ook nog de stikstof en PFAS, waardoor een aandeel van de bouwvergunningen gewoon waarschijnlijk niet gerealiseerd zal gaan worden. En nou, als we nou kijken naar het verleden, hè, we hebben natuurlijk heel veel studies gedaan naar die ontwikkeling van de prijzen, dan zie je eigenlijk dat in normale situaties eerst het vertrouwen in de woningmarkt gaat dalen. Nou, dat meten we ook iedere maand voor de vereniging Eigen Huis. En ja, we komen voor de eerste 3 maanden op zelfs een stijging van het vertrouwen. 100 is neutraal, we zitten nu op 108. Maar we hebben ook de eerste cijfers van april. We hebben eigenlijk april al erbij. En dan zakt het naar 102. En dat is nog, ja, dat is nog behoorlijk goed, zou je kunnen zeggen. Het enige is dat het 3 maandelijks voortschrijdend is. Dus als je daarvoor corrigeert, dan zou je april ongeveer, ja, pak een beetje op 95 uitkomen, 94. Dus dat is zo'n 10 punten daling in 1 maand. Maar dat is natuurlijk veel minder dan het algemene consumentenvertrouwen, wat met 22 punten is gedaald. Dus je kan zeggen, de consument heeft minder vertrouwen, maar het is nog steeds op een redelijk niveau. Nou, wat we uit het onderzoek weten, uit de praktijk ook, is als dat vertrouwen gaat teruglopen, dat dan een half jaar later ongeveer ook de transacties gaan afnemen. En dat betekent dus meer aanbod dan ook op de markt. Meer mensen die een woning te koop hebben gezet, die hem niet kunnen verkopen. En dan, verkooptijden die lopen dan ook op. Hè. Dat is dan het gevolg daarvan. Die zijn nu iets van 30 dagen gemiddeld. Dat gaat dan weer richting de 50 of 60. Dus minder woningtransacties dan. Wat je ook dan ziet bij zo'n omslag is dat doorstromers, die gaan dan eerst een woning verkopen, ook weer meer aanbod, en gaan dan pas kopen. Terwijl nu, ja, dat is gewoon heel tricky om dat nu te doen. Want als je woning verkoopt, je hebt niet zo 1, 2, 3 nog een volgende. Dus tot nu toe zijn mensen nog gaan eerst een nieuwe kopen en dan verkopen. En wat je dan ziet in de geschiedenis, is dat al na een half jaar die prijs ook gaan dalen. Als dit rijtje zich voltrekt. Nou, nogmaals, dat vertrouwen begint pas heel langzaam af te nemen. Dus ik verwacht eigenlijk dit jaar nog geen prijsdaling. Nou, dan de scenario's. Nou, het eerste scenario is dat we hopen dat dit bewaarheid wordt, maar dat we na de zomer langzaam weer normaliseren. Hè, ik heb dat nog niet uitgelegd, maar we zaten eigenlijk in een soort perfecte storm. Ik heb het eigenlijk al genoemd al op de woningmarkt. Die steekt dan weer op en die perfecte storm is eigenlijk van hele laag hypotheekrente, woonlasten die heel laag uitkomen, gebrek aan aanbod, forse krapte dus. En ook een minister die niet helemaal goed functioneert, althans op dat moment. Dus ja, als je dat allemaal bij elkaar zet, dan heb je inderdaad de perfecte storm. Maar dat komt allemaal weer terug. Dus dan is even een dipje, even stilte voor de storm, maar dan zitten we echt weer in het probleem. Tweede is, dan duurt die coronacrisis wat langer. Dus laten we nou aannemen dat het nog een jaartje duurt. Misschien nog een paar kleine golfjes, niet te groot. Dan gaat er natuurlijk wel een forse daling van het aantal transacties ontstaan. Daarom bestaan de koop. Ook dat nieuwe aanbod zal terugvallen over een half jaar vermoedelijk. Hè, in de buurt. Minder nieuwbouwwoningen. Nou, dan ga je natuurlijk wel zien dat geleidelijk ook de recessie op die woningmarkt doorzet. En dan gaan we zeker niet meer die prijsstijging van 9% zien. Dat gaat fors afvlakken, is mijn vermoeden. En misschien zelfs wel een kleine daling. Nou ja, het effect van dit scenario is natuurlijk wel dat als we medio volgend jaar herstellen, dat dan de situatie weer nijpend is en dat je dan ook prijsexplosies weer kunt verwachten en oplopende woningtekort. Dat hebben we eigenlijk ook gezien na de vorige crisis. Hè? Nou ja, en scenario 3, dat is natuurlijk het slecht weer scenario. Laten we hopen dat we daarvan verstoken blijven. Maar ja, dan duurt die recessie langer. Er zijn virologen die voorspellen ons soms 5 jaar. Je weet het niet. Met af en toe van die grote uitbraken. Ja, dat kan niet anders dat dan de woningmarkt ook breekt en in een forse recessie komt. Dat betekent forse prijsdalingen. Dat betekent dat particulieren die nu massaal in steden gekocht hebben voor de verhuur een woning op de markt gaan brengen. Nog meer aanbod. Enorme tekorten en verliezen in de bouwnijverheid. Enorme economische schade. Ja, en een beetje afhankelijk van het anticyclisch bouwbeleid van het Rijk
zal het effect van die schade bepalen. Wat we in de vorige crisis verzuimd hebben, is om anticyclisch te reageren. We hebben het alleen maar versterkt. Ja, er gaan nu steeds meer stemmen op, ook vanuit de gemeente en ook vanuit de bouw, om een bouwfonds in te richten. We hebben dat miljard nu. Maar nou, we hopen dat we zo slim zijn om inderdaad in dat soort gevallen dan met forse subsidies toch de zaak aan de praat te houden. Als dat niet gebeurt, ja, dan is het natuurlijk, ja, dan is het heel ernstig. Zowel voor de woningmarkt als de economie. Nou, dan kom ik nu toe aan het laatste deel. Dat is van, ja, wat zijn nou de oplossingen die we kunnen bedenken? Nou ja, dat is natuurlijk een eerst voor de hand liggende. Maar doe het maar eens. Is natuurlijk zorgen dat die productie weer op peil komt. Ja, nogmaals, we moeten echt richting de 90 à 100.000 woningen. Dat mogen ook transformaties zijn natuurlijk. Willen we een klein beetje de tekorten in gaan lopen. En de komende 2 jaar gaat dat al helemaal niet gebeuren. Dus dat tekort gaat richting 4%, richting de 400.000 woningen. Schat ik in over 2 jaar. Dus daarna is het gewoon een enorme opgave. Wat heel belangrijk is dat we ook marktconform woningen aanbieden. Ik heb al genoemd dat onderzoek van Letwin, de parlementaire onderzoekscommissie in Engeland. Dus ja, we moeten ook echt meer, niet alleen maar aan die bovenkant bouwen. Ook denk aan de goedkope en de middeldure. Nou, grote steden, Den Haag, Utrecht, Amsterdam doen dat gelukkig. Maar het moet ook wel financieel technisch natuurlijk kunnen. En met name aan die bovenkant zie ik nu ook in onze monitoring systemen dat gewoon trager gaat. En ja, goed, een doorstromer die een appartement koopt van meer of tegen het miljoen. Ja, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dus die haken natuurlijk als eerste af in deze tijden. Als je kijkt naar dit is een plaatje uit het wonen. Hè, dat is ook weer wat bouwen we nu. Ja, dat is toch ook wel een beetje zorgelijk hoor. Aan de linkerkant zien we de woningvraag van verhuisgeneigde huishoudens. Er zitten natuurlijk ook starters bij, 30%. En de rest die woont ergens. Dus 30% woont in een huurappartement. En 19% in een koop- en gezinswoning. Dan kijk je waar ze naartoe willen. Ja, dan willen ze vooral naar koop- en gezinswoningen. En laten we die nou in de Randstad maar met mondjesmaat nog bouwen. En we bouwen vooral koopappartementen. Ja, dat is eigenlijk de laagste vraag naar. Dat is maar 13%. En er is natuurlijk ook een behoorlijk deel wat om een huurappartement. Met name starters, maar dat is vooral de sociale huursector natuurlijk. En die bouwen ook al te weinig. Dus ja, dit is wel kritisch hoor. Dat we in toenemende mate afwijken van wat consumenten vragen. En dat geldt natuurlijk met name voor doorstromers. Dat op een gegeven moment haken die gewoon af. En wat, ja, ik ben ook actief tenminste. Betrokken bij de Food Valley, dat is het gebied rond Arnhem, Wageningen, Rhenen. Nou, daar maken ze zich ernstig zorgen. Dan zien ze al 2 jaar een forse instroom van gezinnen uit de Randstad die in de Randstad gewoon hun product niet meer kunnen krijgen of het is te duur. En uitwijken naar dat gebied. En ja, en zij kijken ook met argusogen naar wat wij in de Randstad aan het doen zijn. Nou, je ziet dat ook in de verkopen van nieuwe woningen. Dit is vanaf 2005 het aanbod van nieuwe koop. Ja, je ziet een explosie van dure koopwoningen en het verdwijnen van de betaalbare koop. En ook het middelduur is aan het afnemen. En nogmaals, zeker in deze crisis, dat gaat een keer fout. Hè? Of dat is eigenlijk al een beetje aan het vastlopen. Dus ja, we kunnen allemaal mooie merwede kanaalzones bouwen. Ik ben daar erg voor, maar de vraag is hoe lang we dit gaan volhouden. En het is een kwestie om heel goed de verkoop in de gaten te houden. En de marktomstandigheden. Maar hier zit natuurlijk wel een grens aan. Het tweede is, er is een rapport uitgekomen van de brede maatschappelijke herwaardering van financiën. Die hebben 12 rapporten, dat doen ze altijd, voor de verkiezingen maken ze dat. En die hebben, vind ik, een heel mooi rapport over de woningmarkt gemaakt. En die constateren ook dat er, zij noemen dat een vacuüm in de woningbouwtaakstelling. Nou, er is eigenlijk niemand echt aanspreekbaar op de woningproductie. Vroeger had je natuurlijk het Rijk, en minister werd naar huis gestuurd als die te weinig woningen produceerde. Ja, tegenwoordig is het een indicatief programma. Provincies hebben ook meer doelstellingen. We kijken ook naar ruimtegebruik uiteraard, maar ook naar energie en naar landbouw en naar waterberging. Ja, gemeentes hebben ook een hele serie doelstellingen waar ze niet alleen de woningbouwtaakstelling voor opstellen. En
Wat heel mooi is, is nu vind ik trouwens, maar goed, misschien jullie niet, maar is dat er de nieuwe Novi-brief, die de minister de oude minister heeft aangegeven, nou, we gaan echt die verantwoordelijkheid nu naar ons toe trekken. Dus we gaan niet alleen maar woondeals maken, maar ook verstedelijkingsafspraken met meerdere regio's, het grootste deel van de Randstad. En er komt gewoon een woningbouwprogramma en dat gaan we monitoren en wij zijn er ook verantwoordelijk voor. Dus dan zijn ze ook politiek aanspreekbaar. En als jullie het niet redden in de regio's, dan moet er ondersteuning komen. Dat is simpel. Maar dit is wel een enorme waterscheiding met wat we tot nu toe deden, vind ik. En laten we hopen dat dit inderdaad wordt doorgezet. Dus dat is heel belangrijk. Nou ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Hè. Die woondeals worden opgeschaald naar verstedelijkingsafspraken, ook in gebieden waar dat nu nog niet is. Zodat we in ieder geval een beeld hebben van ja, wat komt er op ons af en waar zitten de knelpunten. Nou ja, persoonlijk denk ik dat er gewoon een forse investering noodzakelijk is in gebiedsontwikkeling. Zeker met alle eisen die we stellen ten aanzien van duurzaamheid en type woningen en locaties. En dat is ook, ja, als je kijkt naar de productie van de afgelopen 75 jaar, dus denk ik aan de wederopbouw, maar ook de groeikernentijd in de finance, is dat ook altijd gebeurd. En het idee dat we die enorme aantallen woningen allemaal door de markt kunnen laten financieren, is in mijn optiek een idee fix. Ja, er is recent ook dat rapport van Curvers met een aantal gemeenten en marktpartijen. Ja, die geven aan, er moeten miljarden bij. En alleen de regio Rijnmond had ook al 3 miljard nodig. Dus ja, ik denk dat. En dat is ook niet gek als je natuurlijk een gebied ontwikkelt voor 200 jaar. Om dat in één keer uit de markt te kunnen financieren. Dat is ook wel heel bijzonder. Dus ja, dat. Nou ja, en dan. Ja, ik denk toch dat gemeentes ook actiever kunnen zijn. Er is in 2017 een rapport van het kadaster uitgebracht. Die hebben eens gekeken waar zitten nou de grondposities in Nederland. Nou, die zitten voor het 70% bij gemeenten. En ja, gewoon grond die al bestemd is voor woningbouw. Dat kunnen harde plannen zijn of zachte. Ja, dan kun je 820.000 woningen bouwen. Dus ja, en ook als je daar de posities van corporaties en ontwikkelaars bij optelt, dan kun je nog eens tot 2,1 miljoen komen. Dus ja, er zijn locaties en we hebben ook nog transformatieopties. Dus ja, ik zou zeggen, ga aan de slag. En ja, ik zie toch bij gemeentes, en ik hoor het ook van marktpartijen, toch heel veel vertraging ontstaan. Hè. Te weinig ambtelijke capaciteit, ook heel veel afwegingen die ze maken, stedenbouwkundig, qua duurzaamheid. Ik vind het allemaal prima, maar het moet er wel betaald worden qua welstand. Ja, op een gegeven moment. Mezelf ook betrokken bij een corporatie hier in het Westen. Ja, het is ongelooflijk lastig om een aantal van die eisen allemaal gerealiseerd te krijgen. Nou ja, de Tweede Kamer heeft nu in die Novi-brief en ook al eerder vastgelegd dat we naar een plancapaciteit van 130% moeten. Dat lijkt me voor de komende jaren echt wel verstandig, want te veel bouwen zullen we niet zo snel. En nou ja, mocht dat dan toch onverhoopt gebeuren, dan kun je altijd later nog wat temporiseren. Dus laten we nou zorgen dat we voldoende programmering hebben. Er valt altijd wel wat uit. En dan, ja, dan weten we tenminste zeker dat we enigszins op peil komen. Nou, voor de rest is het heel belangrijk om een flexibele schil voor spoedzoekers te organiseren. Ik ben hier gisteren naar die uitzending van de monitor hebben gekeken, maar ja, we hebben te maken met arbeidsmigranten, met economische daklozen, economisch woningzoekenden. Met scheiding en dergelijke. Ja, daar hebben we gewoon geen oplossing voor. Ook de sociale sector niet, met veel te lange wachtlijsten. We hebben een soort segment tussen de reguliere woningmarkt en de onderkant nodig. Het op straat slapen, zullen we maar zeggen. Er is ook recent weer een rapport uitgekomen van Raad voor de Welzijn en Volksgezondheid, die zeggen ook van ja, housing first, hè. Als je wat aan mensen in een zwakke positie wil doen, mensen op straat, dan moet je zorgen dat die een woonruimte hebben. Dus tijdelijk toevoegen van woningen, nou dat kan ook, hè, maar ook daar gemeentes weer. Een hoop corporaties willen dat ook, marktpartijen willen het, maar ze krijgen onvoldoende locaties van gemeenten toegewezen. Een ander punt is natuurlijk om die problemen op te lossen, is die bestaande voorraad veel efficiënter in te zetten. Dat kan via doorstroming. Je ziet op veel plekken nu ook de doorstroommakelaar weer terugkomen. En natuurlijk je woningbouwprogramma heel strategisch inrichten. En ja, voor de rest, wat we nu ook het laatste jaar enorm in opkomst zien, is toch gelukkig weer innovatie in de woningbouwproductie. Dus de prefab en de industriële bouw. Mooie projecten, hè? Morgen wonen van Volker Wessels, Fijn wonen van Wijnen,
startblok uit Emmeloord. Ze kunnen allemaal binnen een paar dagen of 1 of 2 weken kunnen ze tijdelijk woningen neerzetten. Die demontabel zijn en ja, die een stukje van de urgentie kunnen oplossen. Maar ja, voor de rest, ik denk dat we ook toch meer regionaal moeten gaan kijken. Het gebeurt al, hè? Mensen stemmen al met hun voeten. Je ziet al dat de Food Valley, daar zit een enorme instroom vanuit het westen. Maar ik kom ook in Gelderland en dergelijke, buiten die regio's. En ook daar zie je dat de doorstroom vanuit Zwolle, Deventer en richting de Achterhoek plaatsvindt. Nou, dat was het. Volgens mij hebben we redelijk aan de tijd gehouden, hoop ik. Dus, ja, dat klopt. Professor Dr. Peter Boelhouwer, hartstikke bedankt. Ja, ja. Ik moest mezelf nog even corrigeren. Als jij van share screen afhaalt, dan kom ik weer in beeld. Ja, heel goed. Geef ik graag het woord aan Myrthe Biemans. Ze is manager strategie van woningcorporatie Borsteel. Myrthe. Dankjewel, Wout. En bedankt ook Peter voor deze... dit college online. Ik wil wel even ingaan op wat Peter zei over is het nou een blessing in disguise? En ik kan me helemaal voorstellen als je het bekijkt vanuit woningmarktperspectief en koop-verkoop, dat je dan zegt het is zeker beter dan de vorige crisis. Maar als ik kijk naar wat wij zien in de wijken bij de huurders, dan zie je eigenlijk dat door de woningnood er zoveel mensen zijn die niet goed wonen, dat er zoveel overbewoning is, extra inwoning, dakloos en dat soort dingen. En dat het voor die mensen op dit moment door de coronamaatregelen van blijf thuis echt heel lastig is. En je ook ziet dat dat doorwerkt in kinderen die geen plek hebben om hun schoolwerk te doen. Veel huiselijk geweld, onderlinge spanningen tussen buren, dat soort dingen. En ik denk wel echt oprecht dat de woningnood die we hebben daar voor een groot deel aan bijdraagt. Omdat er eigenlijk te weinig geschikte woningen zijn geweest voor mensen. Goed, dat even als een side note. Kijk, in de MRA, ik denk dat iedereen dat weet die hier kijkt, is er gewoon een heel groot tekort aan woningen. Met name aan betaalbare woningen. En dat zien we ook in de sociale huur terug, aan de lange wachtlijsten die overal zijn. En deze crisis en de economische recessie die erop volgt, die zal eigenlijk alleen maar zorgen voor een toename van de doelgroep in de komende jaren. En misschien ook nog wel een aantal jaren daarna. En ik wil daarbij even één ding uitlichten. Wij zien om ons heen dat de bouw het al merkt. Dat zij aangeven dat ze uitval hebben van opdrachten. Dat aannemers echt al wel beginnen te voelen en beginnen na te denken, hou ik het vol? We merken ook dat er commerciële investeerders en ontwikkelaars zijn die projecten beginnen door te schuiven. Ook aan ons vragen om bepaalde projecten misschien over te nemen. Dus ik wil eigenlijk even ingaan op de bouw. Want je hebt de vorige crisis gezien dat de bouw toen echt instortte. En dat nog heel erg lang doorwerkt. Als dat nu op dit moment weer gaat gebeuren, dan gaan de woningzoekenden van de komende 10 jaar ongeveer dat nog merken. En daar was natuurlijk sowieso meer inspanning op nodig. Hè. Dat heeft Peter net ook al goed aangegeven, denk ik. Er waren te weinig woningen, te weinig nieuwbouwvergunningen. Er wordt gezegd, er is genoeg plancapaciteit. Maar als je ziet hoe lang die procedures zijn en hoe langzaam die locaties loskomen en de bouw op gang komt, moet er ook echt meer plancapaciteit bij. En ik denk dat we dan ook gewoon kunnen kijken naar wat kunnen we nu doen. Er zijn echt corporaties en eigenlijk vooral corporaties die zeker willen doorbouwen in deze tijd. Corporaties hebben natuurlijk de garantie dat hun woningen nodig zijn. Heel veel commerciële ontwikkelaars die zijn nu toch bang of dat ze hun dure woningen niet verkocht of verhuurd krijgen. En daar hebben corporaties minder last van. Dus ik zou toch willen oproepen van bouw meer betaalbare woningen eigenlijk in alle gemeenten. Hè. Er zijn een aantal gemeenten in de MRA die sowieso al veel betaalbare woningen plannen. En er zijn gemeenten die dat een stuk minder doen, om het zo maar te zeggen. En dan heb je ook een garantie dat het gebouwd wordt. Ik denk ook dat vanuit de gemeente, volgens mij zijn er vrij veel mensen vanuit de gemeente en de overheid aanwezig. Zag ik een beetje zo in de aanwezigen. Denk ook even na van wat je bereid bent om te doen. In de vorige crisis zagen we eigenlijk dat er pas na 3 jaar een lagere grondprijs kwam. Terwijl je al veel eerder zag dat die bouw instortte. Door nu al te gaan nadenken over hoe gaan we ermee omgaan als bouwprojecten vertragen of niet starten.
Kan je dat voorkomen eigenlijk? En ik weet niet, wees creatief. Denk, doe een lagere grondprijs met een clausule erin, dat als een ontwikkelaar toch meer winst maakt, dat hij dan nog een extra bijdrage aan de gemeente moet doen of iets dergelijks. Er is vast iets in mogelijk. Wat mij betreft moeten we ook echt kijken naar hoe versnellen we de procedures. Dat zit niet zozeer in de wetgeving, hoewel je kan afvragen hoe bij de tijd het nog is dat plannen aangekondigd moeten worden in de krant en vervolgens ter inzage bij de gemeente liggen. Misschien kan er wel wat meer digitaal, maar goed, die wetgeving is denk ik het probleem niet. Het zit hem echt in betere coördinatie, sneller knopen doorhakken, in een vroeg stadium alle kaders neerzetten, dus niet in een later stadium opeens nog met een andere parkeernorm komen of een extra welstandseis, dat soort dingen. En ik denk als provincies, ik zag ook een aantal mensen van provincies, dat je ook als provincie je rol kan nemen in uitleglocaties aanwijzen, in een zetje geven, net op die strategische plekken waar je ziet dat bijvoorbeeld infrastructuur zou kunnen helpen, bodemsanering zou kunnen helpen, om bouwprojecten daar sneller eigenlijk van de grond te krijgen. Dus dat zijn een beetje, ja, Wout had mij gevraagd om het heel kort te houden. Dat zijn een beetje de dingen die ik graag zou willen meegeven. En dus wel vanuit de praktijk ook gezien, die woningnood, die is versterkt, of in ieder geval de effecten daarvan, de negatieve effecten daarvan, gewoon op de levens van mensen. Die is enorm versterkt door de coronacrisis. Die woningnood is niet zomaar opeens weg. Ook niet als minder mensen gaan zoeken naar een koopwoning en dat soort dingen. Wat je wel ziet, en ik denk dat dat een positieve noot is. Ik denk dat er twee positieve noten zijn. Eén is, je ziet dat er meer woningen worden aangeboden op de particuliere huurmarkt om daadwerkelijk te bewonen in plaats van voor short stay of toeristen. Ik denk dat dat een positieve ontwikkeling is, waarvan we misschien ook kunnen kijken van, goh, hoe zou je dat kunnen vasthouden? Ik denk dat een tweede is dat er meer aandacht is voor dakloosheid. En dat het eigenlijk, nou ja, niet zou moeten kunnen dat mensen moeten nu binnen blijven. Dat mensen geen plek hebben om binnen te blijven en geen thuis hebben. Er zijn andere landen, waaronder Finland, die gewoon een beleid hebben van iedereen heeft een woning. Housing first noemen ze dat. Vanuit een woning kan je de rest van je problemen oplossen. Voor zover er problemen zijn, want er zijn ook heel veel werkende daklozen helaas. En ik hoop dat we die aandacht voor het belang van een woning en het belang van ergens thuis kunnen zijn, dat we ook dat vasthouden. En dan als laatste wil ik ook wel zeggen dat we als corporaties natuurlijk ook nu zelf goed naar onszelf moeten kijken van hoe gaan we ons meer inzetten om die nieuwbouwproductie en die bouw gewoon op gang te houden, zodat wij in ieder geval niet degene zijn die eraan bijdragen dat er eventueel de bouw weer zou instorten. Dat is het even voor je, Wout. Nou, hartstikke bedankt, Meerte. Geef ik nu graag het woord aan Maaike Stoop. Maaike die werkt voor de provincie Noord-Holland inmiddels op dit gebied, op wonen. Maaike, voor de vragen. Volgens mij gaat dat nog niet helemaal goed. Ben je er, Maaike? Ja, ik hoor je. Sorry. Gaat goed. Peter, heel erg bedankt voor je uitgebreide analyse. En ik zie dat er behoorlijk wat vragen zijn binnengekomen. En heel praktisch, we kunnen nu natuurlijk niet alle vragen beantwoorden. Dus de vragen die niet beantwoord kunnen worden, die kunnen jullie later terugluisteren in de podcast. En die gaan we als het goed is aanstaande donderdag opnemen en op de site delen. Maar wat me in eerste instantie opgevallen is in de vragen, en ook in de toelichting van Peter en Mirte, is dat zowel het Rijk als de provincies een belangrijkere rol zouden kunnen spelen. En de roep om een stevigere rol van het Rijk in het woondossier wordt natuurlijk ook steeds groter. Zouden jullie hier nog wat meer op in kunnen gaan? Wat zouden deze overheidslagen kunnen doen om de bouwproductie op gang te houden? Nou ja, ik denk dat ik dat al heb aangegeven. Ik denk dat iemand verantwoordelijk moet zijn, ook politiek. Het hangt nu in het vacuüm. En ik ben niet de enige die dat constateert. Het is ook het ministerie van Financiën die dat nu opschrijft. En ik denk dat je dat landelijk moet doen. Hè, want we hebben met de ruimtevraag te maken. Natuurlijk een enorme. Ik roep wel eens van, we zouden eigenlijk een zesde noodruimtelijke ordening moeten hebben. Als je ziet wat er aan ruimtekleep
ruimteclaims op ons afkomt. Dat is natuurlijk gigantisch. Hè? We hebben die woningbouwopgave, die is groot. We hebben te maken met waterberging, we hebben te maken met energielandschappen. We willen onze natuur uitbreiden en koppelen. We hebben de landbouw willen we extensiveren. Dus we hebben ook eigenlijk meer grond voor nodig. Ja, dat ga je natuurlijk niet op regionaal of provinciaal niveau. Ja, provincie zou het dan misschien nog kunnen, maar dat moet je eigenlijk op landelijk niveau aanpakken. Ik vind het echt te gek voor woorden dat de gemeente Utrecht zegt van ja, wij gaan Rijnenburg niet bouwen, want daar gaan we energielandschappen neerzetten. Want dat hebben wij nodig, want wij moeten ook aan onze taakstellingen voldoen. Nou, ik zou zeggen, prima, dat gaan we organiseren. Maar dat doen we een ander stukje van Nederland, waar wel ruimte is. We hebben toevallig in de provincie Utrecht de grootste woningdruk. We hebben daar een stuk grond vanuit de gemeente Nieuwegein aan de gemeente Utrecht overgedragen, zodat de gemeente Utrecht zou gaan bouwen, woningen dus, niet zonnepanelen. Dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld, wat je op landelijk niveau moet afstemmen. Het geldt zelden voor natuurgebieden, en die willen we met elkaar verbinden. Ja, dat moet je echt op rijksniveau doen, denk ik. En dat wil niet zeggen dat het Rijk precies moet zeggen op welke locatie nou wat en waar gebouwd wordt, zoals vroeger. Maar die moeten wel die coördinatie regelen en die moeten zorgen dat de totalen kloppen en de vinger aan de pols houden. En als het ergens stagneert, ook instrumenten en beleid ontwikkelen om dat wat los te trekken. En dat kan natuurlijk in samenspraak met de provincie, dat is heel duidelijk. Want de provincie heeft natuurlijk ten aanzien van de ruimtelijke ordening een belangrijke taak. Maar dat er iemand is die aanspreekbaar wordt, dat vind ik wel heel belangrijk. Want kun je daar nu op aanspreken. En dat is wel het grote probleem. En met aanspreken, wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, we constateren gewoon met al 30 jaar lang dat die woningproductie aan het dalen is. En we roepen allemaal, oh ja, dat is wel erg. Maar er is niemand die daar uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor heeft. En we hebben allemaal andere belangen ook die we nastreven. Dat is ook terecht. Maar ik denk dat je het dat je moet coördineren. En dan op rijksniveau, ook gezien die andere ruimteclaims. En dat als het misgaat, je iemand hebt, en die moet ook wel de instrumenten krijgen natuurlijk, om dan, dat gaat in eerste instantie om geld natuurlijk, maar ook om doorzettingsmacht. Ik denk dat er gewoon aanwijzing, net zo goed als Valkenburg, dat is natuurlijk om gek van te worden. Hè. Ik weet niet of jullie die case gevolgd hebben, Valkenburg, dat is dan in Zuid-Holland. Daar kunnen ook 15.000 woningen gebouwd worden. Dat is een plek, dat is grond die is in eigendom van het Rijksgebouwdienst, van het grondbedrijf, van het Rijk. En er werd altijd verteld van, ja, de gemeente Katwijk die ligt dwars, die wil daar niet bouwen. En nou, toen kwam in de Kamerdiscussie kwam de aap uit de mouw. Het bleek dat de gemeente Katwijk zei, ja, we willen gewoon een provinciale differentiatie aanhouden. Dus wij willen ook een stukje middelduur en goedkoop toevoegen. Ja, dan verdiende het grondbedrijf van het Rijk niet genoeg aan. Dus die wilde meer marktwoningen. En daardoor ligt dat jaren stil. Ja, dat is gewoon een schandaal, vind ik echt, dat mogelijk is. Dus dat dan het Rijk op een gegeven moment een aanwijzing gaat geven, aan zijn eigen grondbedrijf in dit geval, ja, en ook aan de gemeentes om daar te gaan bouwen, lijkt mij heel terecht. En Peter, ik zie in de chat al langskomen, ministerie van Vroom 2.0 dus, met financiële middelen. Ja. Ja, dus? Nou ja, kijk, als ik gewoon kijk naar de historie en hoe we ervoor staan. Je gaat die gebiedsontwikkelingen volgens mij niet meer met de markt organiseren. Dat is gewoon, en zeker, want ik ben er wel eens met Meerte, dat er gewoon ook heel grote behoefte is en ook toenemende behoefte is aan betaalbare woningen. Dat zien we natuurlijk ook terug in de problemen die nu in de coronacrisis zich voordoen. En met de enorme wachttijden en woningzoekenden. Ja, daar heb je gewoon die productie in die sociale sector voor nodig. Ja, en dat is natuurlijk voor de grondexploitatie niet direct de oplossing. En we bouwen, nogmaals, we bouwen wijken voor de komende 200 jaar. Dat allemaal vanuit de markt. Kijk, dat hebben we bedacht 10 jaar geleden. Toen dachten we dat de woningmarkt af was. Hè? Dat het een beetje stabiel was. We hadden toen uitspraken van onze Rijksbouwmeester. Dat we moesten stoppen met bouwen. Dat het allemaal wel genoeg was. Ja, dan kun je dat soort beleid voeren. Maar gezien de enorme krapte en drukte die er nu is. Ja, moet je gewoon in investeren, denk ik. Heb ik altijd gedaan. Is meer dan 5 miljard aan locatiesubsidies ingegaan. Met de Phoenix, ja. En dat is nu nog een stukje moeilijker. Als we nog iets specifieker kijken naar de krapte op de woningmarkt in de MRA. Dan in jouw iets
optimistische scenario's neemt die voorlopig niet af. Wij hebben in de MRA ook wel geregeld discussie of het überhaupt wel zin heeft om al die extra woningen bij te bouwen. Ja. Hoe kijk je hier tegenaan? Zie je eventueel nog andere maatregelen? Ja, nou ja, ik weet niet, zit Flevoland ook? Hoort dat er ook bij jullie of niet? Ja, Almere en Lelystad. Nou ja, daar moet je natuurlijk wel gaan bouwen, denk ik. Dat ligt natuurlijk wel voor de hand. En als je het niet doet, ja, dan waait het zich uit richting, richting minder Nederland. Hè? Die Food Valley waar ik het over had. Ja, je ziet nu in Ede en in Veenendaal. Maar ja, bijvoorbeeld Ede, die hebben ook een aantal hele mooie locaties gehad. Hè? Die hebben een aantal transformatielocaties gehad, een aantal gebieden van Defensie. Ja, die zijn allemaal nu op afronden staan die. Dus ook daar loopt de zaak vast. En Veenendaal, precies hetzelfde, die hebben dan nog redelijk wat kunnen bouwen. Maar ook die gaan waarschijnlijk temporiseren. Tenminste, die krijgen het moeilijker. Dus ja. Meerte gaf dat terecht aan. Ik heb daar niet zoveel aandacht aan besteed. Maar wat natuurlijk gebeurt, is we krijgen een soort tweedeling. Hè? De coronacrisis veroorzaakt dat ook al in het kader van werkgelegenheid. En mensen die een zekere baan hebben en mensen die veel flexibeler zijn. Op die woningmarkt zie je dat ook. Je ziet de woonlasten van kopers, zie je de laatste 10 jaar zie je alleen maar dalen in alle statistieken. Ja, van mensen die een huis hebben. Die enorme vermogens worden er opgebouwd. En we krijgen aan de andere kant een groep mensen die de outsiders, die groep groeit trouwens nu wel fors natuurlijk. Ja, die gewoon zoveel slechter af zijn. Dat daar moeten we echt iets voor doen. Dus ja. Ik vind het bijna onacceptabel hoe dat nu ook tussen de generaties. Hè? Ik noem wel eens nu de starters de verloren generatie. Want ja, en zeker als jullie in de MRA dan gaan bedenken dat je ook nog eens minder woningen gaat bouwen. Ja, waar moeten die mensen naartoe? Als ik jou dus hoor naar Flevoland. Nou ja, dat vind ik wel. Op zich is dat natuurlijk een prima oplossing. Als je tenminste ook goed openbaar vervoer en infrastructuur aanlegt. Want dat is ook wat nu in die Novi-brief staat. Dat nu eindelijk wel wordt afgestemd. Hè? Dus dat je niet een meerte krijgt wat tot 2029 min of meer vast ligt. En waarbij je dan, als je gewoon grote woningbouwlocaties hebt, niet verder komt. En bijvoorbeeld Rijnenburg, daar zou je een aantal ontsluitingen moeten maken. Wil je dat goed kunnen organiseren? Dus we zullen ook moeten investeren in infrastructuur. Dat hoort er wel bij. Aansluitend op die infrastructuur en bereikbaarheid. We zien natuurlijk nu dat we allemaal thuis zitten. Zeker de overheid waarschijnlijk nog veel langer. Denk je dat mensen ook wat meer naar het buitengebied gaan trekken? Ja, dat ze eigenlijk minder in die stad blijven hangen. Dat hoor je nu wel, hè. Dat is... dat weet ik niet. Er ligt ook al lang die crisis gaat duren. Mensen gaan natuurlijk wel nog meer waarderen dat ze een buitenruimte hebben. Maar goed, ik heb laten zien in die... ondanks het feit dat natuurlijk die druk in die steden enorm is. Als je kijkt gewoon naar woonvoorkeuren, dan is nog steeds het grootste deel... Ja, die vraagt gewoon om een grondgebonden woning. En dan kun je natuurlijk wat nu gebeurt ook in de appartementensfeer, dat je verticale gezinswoningen maakt. Hè, met grote galerijen waar je ook kunt spelen en dergelijke. Dat zijn allemaal oplossingen. Maar ja, het idee dat iedereen in een duur appartement gaat zitten in de Randstad, in de grote steden, ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Veel mensen kiezen daar gewoon niet voor, laat ik het zo zeggen. Even kijken, Wout, mogen wij nog één vraag stellen? De laatste. Nog eentje. Onze moderator. Even kijken. Ja. Even kijken hoor. Ja, dat is een beetje een droge vraag. Maar misschien wel goed om even op in te gaan. Hoe verhouden de scenario's die je valt weg, Maaike. Maar... Ja. Ik ving alleen scenario's op. Hoe verhouden de scenario's zich? Maaike, ofwel Peter, misschien nog even als antwoord op de laatste vraag? Ja, ik begrijp de vraag niet helemaal. Nee, nou ja, goed. Dan meteen... Oh, die scenario's... Oké. Nee? Wat we gaan doen is... ik zie dat Mike ook offline is. Dus helaas. Maar goed, eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. Want het komt wel op mijn volgende punt. Is dat we eigenlijk voor de vragen die niet beantwoord zijn. En ik zie dat er veel zijn.
gaan we donderdagmiddag nog een podcast opnemen met Peter. Dat doen Mike en ik samen. Nou ja, goed. Donderdagochtend zit je geloof ik bij RTLZ. Dus nou, dan zijn er wellicht weer ontwikkelingen daarbij. Voor nu in ieder geval hartstikke bedankt, Peter. En ook Meerte trouwens, voor je reactie. De vragen, zoals ik net zei, die kunnen naar info@metropoolregioamsterdam.nl. Zodat wij die donderdag kunnen gaan behandelen. Dit webinar komt online. Net zoals die vorige webinars inmiddels online staan. Ja, voor volgende week, dat is dan nog wel even leuk, kunnen we Michiel de Vries van Jetser aankondigen. Nou ja, eigenlijk het laatste woord was scenario's. En wat we nu op dit moment gewoon zien is dat er heel veel scenario's gedacht wordt. Of gedacht moet worden. En wat dan natuurlijk ontzettend interessant is van hoe bouw je die scenario's. En voor de, nou ja, hoe begrijp je die scenario's voor mensen die wat minder strategisch als hoofddoel hebben. Dus wat dat betreft denk ik ook een hele mooie invalshoek. Omdat, nou ja, we wilden graag wat meer duidelijkheid daaromtrend. Ja, dan zou ik nu graag het woord geven aan Lex Scholten om voor het laatste woord. Lex. Hallo. Ja. Ik heb heel veel gehoord. En ook, ja, er is politiek niemand aanspreekbaar. Ik ben het daarmee eens. Maar ik zou verder wat willen verbreden eigenlijk. Wat we ontberen is doorzettingsmacht op allerlei niveaus. En dat is ook met gemeentes hoor. Ik sta hier soms jaren te praten met grondeigenaren. Die niet geweldige haast hebben om allerlei redenen. En dan is het uiterst moeizaam om iets af te dwingen. Nou, dat geldt op diverse niveaus. Dus dat aanspreekbare, ik zou dat graag nog wat meer uitbreiden naar doorzettingsmacht op diverse niveaus. Want daar zit denk ik echt wel de crux. En hebben we verderop wellicht een echte crisis. Dan is ook daar de doorzettingsmacht van uiterst belang. En voor de rest, kijk, we zitten natuurlijk in een stevige crisis. Ja, die zaten we al. En ik hoop dat de coronacrisis dat niet erger maakt. Dus wij sjorren en trekken in de Emiraten vreselijk aan. En ik vind dat we best met die productie de goede kant uitgaan. Maar het zou nog veel beter kunnen. Maar we ontberen soms de middelen. Dat is echt doorzettingsmacht, maar ook financiën. Oké. Tot zover. Tot zover.